Vanaf deze week is de brugwachter terug op de Drachtsterbrug bij Leeuwarden. De brugwachter blijft totdat de brug wordt afgebroken in 2016. Dan is het aquaduct naast de brug klaar. De terugkeer van de brugwachter wordt als positief gezien voor zowel de scheepvaart als het autoverkeer. Ja, de brugwachter die is inderdaad terug. We hebben de afgelopen jaren steeds onderzoek gedaan naar hoe de brugopeningen zich verhouden tot de afwikkeling van het verkeer op de weg. En het onderzoek van afgelopen najaar heeft uitgewezen dat daar toch wel wat in te verbeteren is. En een van de maatregelen is dat de brugwachter terugkomt. Waar liggen die verbeterpunten in? De verbeterpunten liggen er eigenlijk in dat een brugwachter die ter plaatse is toch veel meer kijk heeft op zowel het verkeer op de weg als op het kanaal. En op die manier veel efficiënter kan draaien, sneller kan ingrijpen. En op die manier zowel voor de scheepvaart als ook voor het wegverkeer het efficiënter kan draaien. En het hokje, tot wanneer blijft dit bemand? Ja, hij blijft bemand totdat het aquaduct in gebruik wordt genomen. Nou, die planning, daar zullen we de komende maanden duidelijkheid over gaan krijgen en ook geven. Maar het zal in ieder geval het aquaduct in gebruik moeten zijn, uiteraard, voordat de brug kan worden afgebroken. Dat zal ergens volgend jaar, 2016 zal dat zijn. De exacte planning wordt nog duidelijk. Er komt ook nog een periode dat een gedeelte van het aquaduct wordt gebouwd wat voor het beweegbare gedeelte zich bevindt. Dus dan kan de scheepvaart daar niet langs. Ja, op dat moment zullen er dus ook geen openingen, sprake van openingen zijn. Dus dat zal vermoedelijk in het najaar van 2015 zal die periode zijn. Dat is voordelig voor het wegverkeer dus? Dat is voordelig voor het wegverkeer. Voor de scheepvaart is dat wat nadelig. Maar goed, dat heeft niks met wel of geen brugwachter op het brugwachtershuis te maken. Maar dat heeft te maken met het feit dat we het kanaal of het aquaduct in het kanaal in twee gedeeltes bouwen. En dat we altijd een periode zouden hebben waarin het gedeelte voor de beweegbare klep gebouwd moet worden. Ja, en dan heb je alleen maar het vaste brugdeel tot je beschikking. En daar heb je 5,30 meter doorvaarthoogte en daar kan niet iedereen langs. Nou, dan heb ik ook gehoord dat dit hokje een nieuwe bestemming heeft gekregen voor als hij straks weggaat. Ja, dat klopt, ja, inderdaad. We gaan dit brugwachtershuisje weer hergebruiken een stukje verderop op de Drachtsterweg richting Viada. Nieuw buurtschap wordt daar gerealiseerd. En daar gaan we een onderdoorgang maken onder de Drachtsterweg voor bootjes, sloepjes. Maar ook een beschaatsbare verbinding als er ijs ligt. En daar komt het brugwachtershuis terug als vogelkijkhut en als reclameobject waar een groot reclamescherm op komt. Dus een multifunctioneel ruimte eigenlijk, een nieuwe functie. Ja. Dus als mensen benieuwd zijn en ze willen eens een keer een kijkje nemen, moeten ze nog even geduld hebben. Dan moeten ze inderdaad nog eventjes geduld hebben, ja, klopt.